Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met positief bericht van 19 augustus. Hoe snel even kijken in mijn agenda waar ook de numerologie in staat. Zo, hebben jullie gisteren een beetje goed kunnen observeren? Soms is het gewoon heel goed om je ook bewust te zijn van wat er om je heen gebeurt. Soms ook juist helemaal even niet. We zijn vandaag donderdag 19 augustus en we gaan langzamerhand naar de volle maan toe op zondag 22 augustus. Om 2 uur 's middags is de maan helemaal gewassen. Helemaal vol. Dus we kunnen het weekend de stenen weer buiten leggen. We kunnen onze amuletten en het hoeft niet buiten, het mag ook achter een raam. Als het zonlicht maar vangt, vinden ze heerlijk. Ik zag een glitch, dat ik denk van, oh, even kijken of het nog gerecord wordt. Want dat is wel handig, hè? 68-14-5-dag betekent dat het een drukke dag is. Nou, dat klopt ook wel. Ik heb heel veel gepland die dag. Er komen allemaal lieve mensen op bezoek. En ik mag een stukje cursus geven. Nou, dat vind ik ook altijd heel fijn om te doen. In dit geval is het dan praktisch even de panelcursus geven. En heerlijk om ook met mensen te kunnen praten, om mooie gesprekken te hebben, om gewoon ideeën ook uit te wisselen. Nou, dat is misschien wel een hele goede, een goed voornemen voor deze dag. Wie kan een mooi gesprek met jou voeren? Wie komt op jouw pad om met jou een prachtig moment in de tijd te hebben? Dat je denkt, goh, ik kan zomaar iemand bij de bushalte of in de supermarkt zijn. Hoeft ook niet lang, hè? Maar soms is dat contact, want dat is wat we eigenlijk wel een beetje missen in onze maatschappij, is juist zo belangrijk. Dat je gewoon een leuk gesprek met iemand hebt. Nou, manifesteer. Niet alleen licht en liefde, maar manifesteer ook dat je vandaag een mooi gesprek met iemand mag hebben waar je hart blij van wordt. Nu ga ik dat share screen eens even weer proberen. Net was het gelukt. Oh ja, dit is wel een mooie. Blijf vertrouwen houden. Je kan wel je verbinding met God verloren hebben, maar God verliest nooit zijn verbinding met jou. En dat is, als je christelijk bent, is dit natuurlijk. Maar ook voor ieder ander. En God mag je dan ook invullen als het licht, als Allah, als weet ik wie. Het is de kosmische verbinding, de kosmische energie die verbinding met ons houdt. Wij kunnen dat wel eens verliezen, omdat wij hier een aards leven hebben. En wij aardse dingen moeten doen. En aardse twijfels hebben of het allemaal echt wel goed komt. Maar wees gerust, die kosmische energie, die velen als God kennen, die heeft altijd verbinding met ons. Wat je ook doet, welke behandeling je ook hebt gehad, wat voor zonden jij in jouw eigen ogen hebt gedaan, kosmische energie houdt altijd verbinding met ons. En dat is een vertrouwen wat wij mogen hebben. Daar mag jij ook hoop uit koesteren. Ik wens jullie een hele mooie dag. En graag tot morgen. Jullie kunnen nog meer van dit soort inspirerende teksten lezen op mijn pagina www.lumeria.nl. Kan je ook kaartjes downloaden, gratis. Je kan ze ook kopen, maar niet alles hoeft betaald te worden. Nou, ik wens jullie een hele mooie dag. Dag lieve mensen.